Breda Nu. Je weet het meteen. Welkom. Is het Paragames of Paralympics? Hey, Paragames. Maar het zou wel aan elkaar gekoppeld moeten zijn in de toekomst, naar mijn idee. Jij zegt duidelijk moeten. Het is een opvallend verschijnsel dat degene die het Nederlands kampioenschap, Roslo onder andere, niet voor Rio bestemd zijn in 2016. Een beetje vreemd. Ja, nou goed, dat hangt een beetje af van het schema van bonden. En daar moeten we nog steeds wel eens heel goed mee om de tafel gezeten. Eigenlijk zou dit de voorportaal voor Rio moeten zijn. Er zijn wel diverse sporten uiteraard, maar ook diverse de mensen dus een ongeluk hebben gehad en aangeboren. Ja, ja, dat kun je duidelijk zien. Als je hier kijkt bij elektrisch aangedreven hockey, bijvoorbeeld hockey, dat is over het algemeen een beetje zwart-wit geredeneerd. Mensen met een aangeboren beperking. En als je daar kijkt bij rolstoel voor rugby, zijn het vaak mannen die een ongeluk hebben gehad. Een beetje dwars zit dat er geen bekende atleten komen, hè? Ja, dat is heel moeilijk. We hebben er een paar en die komen wel, maar we hebben niet echt coryfeeën die nu hun naam verbinden aan de Paragames. Dat vinden we jammer. Wat is er zo bijzonder aan het hockey in de rolstoel? Het is een enorm strategisch spelletje. Dus het is niet zomaar gewoon hockey. Je moet nadenken over blokken. Je hebt een aantal puntensysteem. Dus daardoor heb je mensen die ernstig beperkt zijn en mensen die wat minder beperkt zijn. Je hebt namelijk T-stickers en handstickers. En de T-stickers zijn vooral degene die gaan blokken. En de handstickers zijn degene die moeten gaan scoren. En die samenwerking daarin is heel belangrijk. Het is geen gemengde sport, of wel? Het is wel een gemengde sport. We hebben mannen en vrouwen in... En het team bestaat uit? Het team bestaat uit 5 spelende mensen, maar vaak heb je 10 mensen totaal, waardoor je ook 5 wisselspelers hebt. Omdat je zit met een puntensysteem is het wisselen niet zomaar 1-op-1 te vertalen. Racerunnen, zoals je ziet, is een driewiel loopfiets. En dat is eigenlijk voor mensen en kinderen met een cerebrale parese of spina bifida. Dus eigenlijk dat ze een beperkte loopstand hebben. Dus op het moment dat ze dus niet zo goed kunnen lopen of zelf voortbewegen, kunnen ze dat hiermee wel. Je vriend laat het niet bij zitten, zie ik. Heel mooi. Ja, die wil een meisje inhalen. Deze paragolfer kan dus deze jongeman in een staande positie brengen. Ook al heeft hij een dwarslesie, of ook al heeft hij een eenzijdige verlamming. Het mooie van het werken is met leerlingen die een beperking hebben, dat je met mensen gelukkig kan maken. Een heel mooi verhaal. Een tijdje geleden geloof ik een demonstratie op Prisdo, waar ik ook werk. En dat was een leerling, Erik, en die kon me staan na 14 jaar. En toen begon ik te huilen. En ik denk, zou die pijn hebben in het apparaat? En ik zeg, wat is er, Erik? Hij zegt, ik kan weer staand naar mijn vrouw kijken. En dat is zo emotioneel. Nou, dit was een impressie van de Paragames 2015. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik zou zeggen, anders moet je toch eens over 2 jaar nog maar eens een kijkje nemen bij de Paragames. Een echt geweldig initiatief van de mensen die het organiseren. Bedankt en tot kijken.